De meeste mensen die hier hun boodschappen komen doen, die hebben best wel nagedacht over hoe voedsel geproduceerd wordt. En die hebben er, die kiezen voor een hele gezonde voeding. En gezonde voeding wil zeggen voeding zonder bestrijdingsmiddelen, gifstoffen dus. En heel veel mensen kiezen ook voor de bio-industrie zoals die nou gaat. Het is logisch als je het moeilijk vindt om ermee te beginnen. Maar daarvoor heeft Rudy nog een paar handige tips. Ja, ik zou zeggen probeer eerst de vleesvervangers. Want dan kun je, dat is de makkelijkste manier. Je kunt een gewone maaltijd maken en het vlees weglaten en daar vleesvervangers voor. Dan heb je ook een schijf, net zoals je vlees hebt. Dat is een mooie start. Heel simpel zijn, neem iets als dit. Dat zijn twee schijven, champignons met tarwe en tofu. Prima vleesvervanger qua voedingswaarde, smaakvol. Ben je vlees gewend? Het is wel anders. Het is niet, ja. Dus je moet er wel voor kiezen, maar er zijn qua smaak, zijn er veel smaken te vinden in dit vak. En ik denk dat iedereen ermee aan zijn trekken kan komen. Er zijn genoeg dingen om te eten ter vervanging van vlees. Er zijn dus dingen die er een beetje op lijken. Maar je kunt ook op een andere manier aan je voedingsstoffen komen. Linzen zijn, als je die vermengt met rijst, met granen, dan is dat, heb je qua voedingswaarde een prima vleesvervanger. In Nederland wil 1 op de 3 mensen al volledig vegan gaan eten dit jaar. Dit zijn er een stuk meer dan voorgaande jaren. Ook hiervoor zijn alternatieve producten beschikbaar die dit een stuk laagdrempeliger maken. Vegetarische spreads allemaal. Heel smaakvol. Met hartige spreads denk je al heel gauw aan vlees, salami-achtige dingen. Die zijn in de vegetarische hoek, deze allemaal, heb je heel veel varianten die echt heel goed voor smaak zijn.